Hi allemaal en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog. Ik ben Marloes en het is donderdagavond. En dan zal je zeggen, je begint de vlog toch altijd op vrijdag. En dat klopt. Maar ik ga vanavond iets superleuks doen. Tenminste, dat denk ik. Ik ga samen met mijn vriendin Rashida, die je waarschijnlijk wel kent als je vaker mijn vlogs kijkt, een chocoladeworkshop volgen. En het leek me dus heel erg leuk om jullie mee te nemen. Ik heb eigenlijk nog geen idee of ik daar ook daadwerkelijk kan gaan filmen. Dus dat zien we wel, maar ga in ieder geval gezellig mee. Mocht je het je afvragen, ik woon in Groningen, dus het is in de stad Groningen. Ja, we gaan maar gewoon die kant op. Kijk, daar is ze hoor. Heb je er zin in? Ja. Ik ben heel benieuwd. Chocola. Chocola, altijd goed. Toepie, joepie. Look is sexy. Kijk jongens, de fabriek. We waren net dus op het verkeerde punt. Echt zo stom. Ik had gewoon aangenomen dat het daar in de winkel was. Dus we stonden daar. En toen was het dus, ja maar dat is niet hier. Dus shit, wij snel mijn auto gepakt en daarheen gereisd. Maar we zijn nog op tijd. Maar hoe charmant is dit? Ja, even... Ja, goed. Neem maar even een emmertje mee. Nee, Rashida, die mag je niet mee naar huis nemen. Dat is niet jouw chocola. Oh ja, de witte. Je moet nog rijden zo. Ik film dit even wat later, omdat ik pas heel laat thuis was. Maar ik ga jullie even laten zien wat we onder andere gemaakt hebben. We hebben zeg maar gereedschap gemaakt. En die is zeg maar zilver gespoten. Bij deze kun je het niet zo heel goed zien. Bij de hamer kun je het volgens mij beter zien. Kijk, echt met een zilveren gloed eroverheen. Echt heel schattig. Verder hebben we bonbons dus gemaakt. Deze is volgens mij met cheesecake vulling. Deze met die stippels, die waren ze er zo in, zeg maar, aan het spatten. Die is met liqueur 40 treffs vulling. En ik heb dit hard gemaakt en het bestaat uit twee delen. En er zitten ook nog bonbons in. Maar hier heb ik dus gemengde witte chocolade, roze chocolade en melk. En de onderkant is met wit en... roze en puur. En deze chocolades zijn met een vulling van walnoot. En er zit dus ook een walnootje op en chocolade eromheen. En die heb ik dus in wit en melk en puur. En dit was dus een chocoladeworkshop van Trebien. Die winkel waar ik ook wel heen ga. En daar was ik uitgenodigd omdat ze zo blij waren met de beelden in mijn vlog. Dus echt super lief. Dus bij deze Trebien super dankjewel. Ik vond het echt heel erg leuk. Goedemorgen. Nou, dat was super gezellig. Alleen, het duurde veel langer dan dat ik had gedacht. Ik was om 11 uur thuis en het is nu even voor 7 en ik zit in de auto. Want ik heb de hele dag cursus en ik moet naar Amersfoort volgens mij of zo. Ik ga zo meteen even navigeren. Maar ik weet altijd, na zulke soort dingen slaap ik altijd echt... Nou ja, heel slecht. Net als zo'n kind die naar de Efteling is geweest of zo. Dus ik heb echt heel slecht geslapen. Vanmorgen was ik al om 4:30 wakker. Omdat je dan denkt, oh, ik moet me niet verslapen. Dus, nou, ik vind dat ik er nog redelijk uitzie. De wallen vallen mee. Lang leven make-up eventjes vandaag.
Ik ga rijden naar Amersfoort. Ik heb vandaag een hele dag een cursus. Dat is wel heel leuk. Ik heb een cursus over voeding tijdens de zwangerschap. Van I Am A Foodie. Dus dat vind ik ontzettend leuk. Want ik heb heel veel zwangere vrouwen altijd op cliënten. Ik heb heel veel cliënten die zwangere vrouwen zijn. Goed, ik moet nu stoppen met praten en gewoon gaan rijden. Dan kan ik ook rustig wakker worden. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Het is ondertussen een uur later en ik heb lekker een bakje koffie gehaald. Of eigenlijk een sloot koffie. Gewoon een Americano bij de Shell. Die hebben altijd Starbucks koffie. Dus top. Helemaal top. Ik sta even bij een benzinestation weer. Want ik ben natuurlijk veel te vroeg. En ik dacht, ik ga gewoon even jullie reacties lezen. Want de vorige vlog is vandaag online gekomen. En ze zijn weer zo lief. Echt, dank jullie wel. Heel veel tips krijg ik over zilver shampoo. Die gebruikte ik eerst ook altijd. Maar nu doe ik dus de Curly Girl methode. Waarvoor je heel veel verschillende ingrediënten, zeg maar, van shampoos moet vermijden. Om je krullen gezonder te maken. En ik merk dat dat heel goed voor mij werkt. Dat mijn krullen steeds meer erin komen, zeg maar. Dus ik wil dat volhouden. En vandaar dat ik geen zilver shampoo gebruik. Maar dank jullie wel voor al jullie tips. En ook heel veel reacties over mijn PDS. En nog steeds zijn mijn darmen wel wat onrustig. Ik denk zelf dat het een beetje te maken heeft met toch wat verhuisstress. Ondanks dat ik denk dat ik zelf... Heb ik niet door dat ik stress heb of zo. Maar ik weet dat ik wel een control freak ben. En in zulke periodes waarin je leven een beetje verandert. Dat ik dan ongemerkt wel wat stressig kan zijn. En ik denk gewoon dat het daarmee te maken heeft. Ook al ervaar ik dat dus zelf niet zo. Maar nogmaals heel erg bedankt voor het meedenken. Ik ga zo weer verder rijden. Want ik kan nu wel daarheen gaan. Maar ik wil dan altijd op tijd zijn. Dus ik neem altijd een beetje speling. Maar ja, als er dan geen file staat, dan ben je dus veel te vroeg. Kijk hoe tof deze locatie is, jongens. En wat ook echt super leuk is. Oeh, ik ben een beetje overbelicht. Is dat ik net al herkend werd door iemand. Echt zo leuk. En ze sprak me ook gelijk aan. Dus dankjewel. Het is alweer tijd voor lunch. En natuurlijk super gezond. Ik heb een linzensoepje uitgekozen. Een salade met kikkererwt. Een salade met tomaat en feta en olijven. Een wrapje. Ik weet niet eens meer wat erop zat. In ieder geval avocado. En een klein bakje kwark met fruit. Ik heb ondertussen heel even een hoekje alleen opgezocht. Ik heb er soms zo'n behoefte aan. Zeker na zo'n drukke dag of avond als gisteren. En dan nu heb je allemaal mensen om je heen die je eigenlijk niet kent. Dus je hebt altijd van die zeg maar social talks of zo. En ik word er soms gewoon moe van. En bedoel ik niet negatief, maar ik heb soms echt even me-time nodig. Herken je dat? Dus ik heb nu, er zijn heel veel vrouwen om me heen en ook heel veel die gewoon alleen zitten. Dus daar zou ik prima bij kunnen gaan zitten. Maar ik vind het dan zo fijn om gewoon even mijn eigen hoekje op te zoeken en ja, gewoon even mijn eigen dingetje te doen. Herken je dit? Let me know. Zo, en toen was het alweer het einde van de middag. Het was echt een hele interessante dag. Heel leuk gedaan, heel leuk georganiseerd, leuk symposium. En nu ga ik richting Groningen weer. Nog een stukje rijden natuurlijk. Ik heb het boek uiteraard gekocht en dat ga ik lezen. En als jullie het leuk vinden, ga ik ook een review doen. Dus laat dat maar even weten. Great.
Oh jongens, ik sta echt alleen maar in de file. Jongen. Ja, ik ben eindelijk thuis. Het is bijna 7:15, dus ik had geen zin meer om boodschappen te doen en te koken. Sven is ook pas net thuis. Sven heeft pizza besteld. Hij zit nu al mini loempiaatjes te eten. Die delen we. En ik heb de vaste kijkers gaan dit al zien aankomen. Een seafood noedelbox. Dit keer met gewoon noedels. Meestal doe ik hem met witte rijst. Maar dit keer met gewoon noedels. Dus dat wordt mijn avondeten vandaag. Goedemorgen. Dus je zal denken, wat heb je gedaan? Heb je gedoucht of zo? Nee, ik heb hard gelopen. Echt, ik ben zeik nat. Het regende. En ik deed de deur open. Ik had een buienradar gekeken en het zou zeg maar soort van droog zijn. Zeg maar de afgelopen uur. En ik stapte naar buiten en het regende. En mijn eerste reactie was deur weer dicht doen en terug. Toen dacht ik, waarom ook niet? Ik ga gewoon. Ik ben niet van suiker. Ik ga gewoon. En het ging zo lekker. Je hoort wel eens dat ze zeggen dat er meer zuurstof in de lucht zit of zo als het regent. Geen idee of dat ook daadwerkelijk waar is. Maar het ging zo lekker. Ik heb gewoon 12 kilometer gelopen op een gemiddelde snelheid, hou je vast, van 11 kilometer per uur. Dat is dus sneller als dat ik eigenlijk wil lopen bij de halve marathon. Maar ja, de halve marathon is natuurlijk ook wel een stukje langer. Maar ik heb echt heel veel vertrouwen nu. Mijn knie hield het top. Ik kom hier alleen weer eventjes met een beetje TMI. Dus als je dat niet fijn vindt, spoel even een minuutje verder. Mijn darmen zijn nog steeds niet oké. Het enige voordeel van dat het regent. Ik ga nu weer even heel eerlijk met jullie zijn. Ik zat echt van, oh, ga ik dit echt vertellen? Maar ik denk dat het wel herkenbaar is voor heel veel hardlopers. Ik kon het gewoon echt niet meer ophouden. En het enige voordeel van dat het regent is dat het ook echt ontzettend rustig was op straat. Dus ik liep zeg maar in een soort van natuurgebied waar echt niemand te bekennen was. Ik denk, weet je wat, ik ga gewoon de bosjes in. Dus ik even snel de bosjes in, afgevegen met wat blaadjes. En toen kon ik prima weer verder rennen. Dus het was echt, nou, ik denk in 30 seconden was ik bosjes in, bosjes uit. En toen kon ik weer verder. Maar oh man, dat is me vroeger ook wel een paar keer eerder gebeurd. Maar zijn er hardlopers die dit herkennen? Ik snap echt wel dat je dat niet wil delen. Maar nogmaals, ja, ik wil gewoon zo eerlijk en oprecht en herkenbaar mogelijk zijn. Nu ga ik echt weer douchen, dit in de was gooien en mijn haren wassen. Zo, een maskertje in mijn haren en ik heb een hele grote bak met havermoutpap gemaakt met appel erin, pindakaas zit erin en koek- en speculaaskruiden. Die had ik al heel lang niet gebruikt. Dus ik dacht, dat ga ik weer eens doen. En voor de rest ga ik vandaag gewoon echt heel erg proberen te chillen. Het is nu 12 uur, Sven is om 4 uur klaar met werken en we moeten om, even kijken hoor. Dan in ieder geval zo snel mogelijk weg. Want we gaan vanavond oppassen op Alice, mijn nichtje. Het dochtertje van mijn broertje en zijn vrouw. Dus dat is superleuk. Maar dan moeten we dus daarna heel snel weg. Maar tot die tijd ga ik echt even proberen mijn rust te nemen. Want ik merkte dat ik hele drukke dagen heb gehad. Dat ik echt de neiging heb om iedere dag gewoon vol te plannen. Nu dacht ik, vandaag ga ik gewoon alleen hardlopen. En ik heb even een wasje erin gedaan. Maar voor de rest ga ik gewoon niks doen tot 5 uur. Dus dat is het plan. Dat denk ik niet. Blijf je achter de camera vandaag? Ja. Ik heb een bad hair day. Oh jee. Nou, Sven komt niet op beeld, kennelijk. Maar we zijn dus nu op weg naar mijn broertje en schoonzusje. Want we gaan dus oppassen vanavond. En ik heb vanmiddag echt heerlijk gechilled. Ik ben Gossip Girl verder gaan kijken. Daar ben ik echt, nou, ik denk wel een jaar geleden of zo mee begonnen. Op aanraden van mijn schoonzusje. En die heb ik toen 1 seizoen gekeken of zo en ook weer gestopt. Dus nu heb ik het weer opgepakt en ik vind het wel helemaal leuk. Laat even weten of jij ook Gossip Girl hebt gekeken of dat je het kijkt. Nou, wij zijn op ons oppasadresje en ik heb een hele lieve baby hier naast me liggen. Ja, oh, je oor zit een beetje dubbel gevouwen. Dat lijkt me niet lekker. Nee, maar volgens mij lijkt het je niks te deren. Nee, hè? En wij hebben lekker eten. Esmee heeft gewoon pastasalade voor ons gemaakt. Echt super lekker. En natuurlijk heeft kleine Alice eerst gegeten. En nu wij. Sven heeft ook nog even stokbrood afgebakken in de oven. Heb je zin in eten? Eet smakelijk. Zeg maar, eet smakelijk, Alice. Eet smakelijk. Nee? Oké. Okay. Groot.
dieren shake. Goedemorgen jongens, hier een gebroken marloesje, want we hebben echt vreselijk geslapen. En ik ga jullie laten zien waarom, dit is namelijk echt best wel hilarisch. Gisteravond hebben we dus omgepast en we waren pas om, hoe laat waren we thuis? Ik denk 1:30 of zo, maar dat is helemaal prima. Dus we dachten we gaan lekker slapen en in één keer om 4:45 was Sven helemaal wakker. En ik zei wat ga je doen? Hij zei niet schrikken, maar ik ga even naar de buren. Dus ik zeg wat ga je doen dan? Dus hij zei, ja, onze hele tuin is wit. Ik zeg, zo, hoezo onze hele tuin is wit? Dus ik kijk uit het raam, om 4:45 ochtends dus. Is letterlijk, nou, ik ga het jullie laten zien. Ik kan niet eens naar buiten. Ja, ik kan wel naar buiten lopen. Kijk nou. Dit is onze tuin helemaal wit. Echt bizar. Ik loop weer even naar binnen, want ik weet niet hoeveel mensen er nog aan het slapen zijn. Maar dan leg ik het even uit. Kijk ook arme Appie. Die is ook echt helemaal wit. Oh, niet te doen dit. De schuur ook. Nou, die was al wit, maar je snapt wat ik bedoel. Maar wat er dus gebeurd is, we zitten hier echt midden in de stad, zeg maar. We kwamen al om 1:30 kwamen we al thuis. En toen stond er echt een hele grote groep studenten. Die hadden een feestje hier, zeg maar, 2 deuren verder. Of 1 deur verder. En die stonden al op straat. En die gingen duidelijk stappen. En om 4:45 waren die dus teruggekomen van stappen. En eerder op de avond bleek dus dat een van die jongens het geweldige idee had gekregen om de hele brandblusser leeg te spuiten. Dus ze hebben gewoon de brandblusser vanaf het balkon leeg gespoten. En nu ligt onze hele tuin vol met dat stof. Dus Sven die was echt woedend. Ik heb hem echt bijna nooit zo kwaad gezien. En die ging dus naar de buren toe om verhaal te halen. Want ze probeerden dus om 4:45 s'nachts emmers met water naar beneden te gooien om het schoon te maken. Dus daar werd Sven in ieder geval wakker van. Ik niet, ik lag echt in coma. Maar die jongens die er waren, die waren ten eerste aangeschoten en ten tweede ook echt van sorry, sorry, sorry. En we lossen dit op. En dus ze waren ook best wel gewoon heel lief. Dus Sven die probeerde zich ook heel erg in te houden. Dat was echt heel schattig. Maar goed, dit kan natuurlijk echt niet. Weet je, het is ook goed dat we gaan verhuizen. Want oh man, we hebben vaker zulke dingen met studenten. Of dat we s'nachts wakker worden van hun feesten. Dus het is wel echt fijn om straks te gaan verhuizen. Maar goed, ze hebben ook aangeboden om het schoon te maken. Maar Sven is nu dus al bezig. Het is nu 9:30 of zo. Dus die jongens zijn natuurlijk in no way wakker. Dus we gaan nu kijken of wij het zelf makkelijk kunnen schoonmaken. En dan hoeft ze niet te komen. En dan kunnen wij ook gewoon lekker onze gang gaan. Dus dat was het vanochtend. De hele witte tuin. Zo, we zitten inmiddels in de auto. Ik heb Appie de appelboom ook even helemaal schoongemaakt. Blaadje voor blaadje. Dus het is denk ik nu wel weer goed. Je was lekker bezig vannacht, liefie. Ja, fantastisch. Die jongens zijn ook helemaal bij ons in huis geweest. En zo, hè? Om 4:45. Ja, dat is wel bijzonder. Ja, dat was heel bijzonder. Maar ik was ook echt kwaad. Ik was echt kwaad, joh. Ja, dat merkte ik. Ik zei ook net al, ik heb je echt nog nooit zo kwaad gezien, volgens mij. Die gasten die lulden me wel heel snel rustig. Ja, ze waren wel echt, ondanks dat ze dronken waren, waren ze wel... Ja, ze waren wel heel vriendelijk. Ja, inderdaad. Het was ook niet hun schuld, het was een vriend van hun. Dus. Ja, precies. Maar goed, we zijn nu op weg naar de sportschool en ik ga terug hardlopen. Maar ik wil echt heel rustig hardlopen, omdat ik natuurlijk gisteren ook al heb gelopen. En ik ben een beetje bang om anders te overtrainen. Dus ik ga op een heel laag tempo. Ik denk dat dat ongeveer 9 kilometer is of zo. Maar ik weet eigenlijk niet eens precies hoe lang het is. Maar dat zien we wel. En Sven gaat dan lekker sporten. Ja. Hardlopen ging, nou ja... Oké, ik ga er niet eens meer te veel over zeggen, maar darmen. En ik heb een ontbijtje / lunch gemaakt. Kwark met banaan en cacao nibs, cashewnoten en bran flakes.
Zo, ik zit weer in de auto, want ik ga nu naar Rashida, want die is vandaag jarig. Ze viert het heel klein, alleen met familie en ze vond het wel leuk als ik ook even zou komen. En dat vind ik natuurlijk super leuk en dat snap ik ook heel goed. Ik ben ook echt niet van mijn eigen verjaardagen vieren. Dan doe ik dat liever gewoon klein en alleen met de mensen die echt het allerdichtst bij me staan. Dus daar heb ik heel veel zin in, daar ga ik nu heen. Ik heb het boek voor haar gekocht, Eet als een atleet, van I Am a Foodie, waar je afgelopen zondag ook een review over kon zien. Want zij is natuurlijk ook veel bezig met sporten. En ik denk dat ze dit super leuk gaat vinden. Maar ik ga wel tegen haar zeggen dat als ze het niet leuk vindt, dat ik het dan zelf houd. En voor mij komt het altijd wel van pas. En dat ze dan iets anders mag uitzoeken. Dus ik ben benieuwd. En toen was ik alweer thuis. Ik heb daar natuurlijk helemaal niet gefilmd. Want ja, met haar familie en zo, die zitten daar natuurlijk ook allemaal niet op te wachten. Dus nu ben ik thuis en ik heb een salade met geitenkaas deze keer. En walnoten en appel. Normaal gesproken neem ik deze nooit zo, want hij is echt best wel heel hoog in calorieën. Volgens mij zit er echt 750 calorieën of zo in, wat ik echt belachelijk veel vind voor een maaltijdsalade. Maar ik had er nu echt gewoon heel erg veel zin in en af en toe vind ik dat helemaal niet erg. Dus deze neem ik nu eventjes. En Sven heeft lekker een overpizza. Ja, daar zitten heel weinig calorieën in. Daar zitten heel weinig calorieën in. Ja, dat ik even zin in. Ja, maar daar had hij ook heel zin in. Maar ik hoop dat je het dan redt op zo weinig calorieën. Ik ook, want ik heb anders niet veel gegeten vandaag. Nee, misschien moet ik wel een paar snoepjes nemen. Misschien moet je snoepjes nemen, waar ook heel weinig calorieën in zitten. Goed idee. Top. Oké, jongens, het is alweer tijd om de video af te sluiten. Ondertussen zit hier een chipsmonstertje naast me zijn chips te eten. Dus mocht je denken, wat hoor ik? Dat is mijn chipsmonstertje. Maar ik heb nog opdrachten voor jullie voor de Fitte Zomer In Challenge. We zijn nog steeds bezig met het alleen maar... Zijn we daar nog mee bezig? Of hebben we dat al een week gedaan? Nou, in ieder geval, die geef ik je gewoon mee. Probeer nog steeds zoveel mogelijk koffie, thee en water te drinken. En zo min mogelijk zoete dranken. Ik vind dat altijd wel goed. En sowieso... ik kom niet meer uit mijn woorden, jongens. Maar we zijn... nu ongeveer 5 weken bezig met deze challenge. En ga eens even bij jezelf na van wat gaat er nu beter dan zeg maar 5 weken terug. En waar zou je nog aan willen werken? En de opdracht van deze week is misschien niet zo concreet als dat je zeg maar gewend bent. Niet in de zin van 2 stuks fruit eten. Natuurlijk mag dat wel. Maar het is meer van ga eens bij jezelf nadenken van wat vind jij belangrijk op dit moment in jouw leven qua gezond leven. Want vaak zijn we gewoon veel te ambitieus voor onszelf en willen we veel te veel tegelijk. En ik denk niet dat het goed is. Dus ga eens nadenken van wat wil je echt op dit moment. En ga daar is ja gewoon over nadenken. Dus wat ik heel graag wil is gewoon langzaam een hardlopen blijven op te bouwen, zeg maar zonder blessures te krijgen. Dus daar ben ik echt heel erg mee bezig. En waar ik ook mee bezig ben is gewoon een balans vinden, zeg maar, of een balans houden tussen gezond en minder gezond. En daar ben ik heel erg mee bezig. Dus dat zijn voorbeeldjes van mijn kant. Probeer het eens te kijken van wat heb jij als doelen voor de komende tijd. Dus ga eens kritisch kijken naar je eigen patroon. Verder heb ik 2 Instagram foto's die ik heel graag wil delen. Die hebben jullie gedeeld met hashtag FitDeZomerIn2019 of met hashtag OptimaVita. En elke week kies ik er 2 uit om een shout-out te geven. Allereerst, hier werd ik vrolijk van Anke V. Broek. Zij heeft een hele vrolijke foto geplaatst van haar en haar workout partners. Zij hebben Club Power gedaan en Zumba Shape. En het ziet er super gezellig uit. Ik krijg echt spontaan zin om dat ook te doen nu. Maar dat kan natuurlijk niet, want ik ga zo slapen. En verder heb ik eentje, een fotocollage van isa.la.power. En zij heeft een obstacle run gedaan en heeft daar een hele leuke fotocollage van me gemaakt. En ze heeft er ook bij gezet dat het leven ook soort een obstacle run is. En dat je moet volhouden en moet geloven in wat komt. En dat vond ik heel mooi aansluitend bij zeg maar, de opdracht van deze week. Dat je echt gaat geloven in jezelf. En dat je dus ook gaat nadenken van wat vind jij echt belangrijk. Want vaak eisen we dingen
van onszelf die we helemaal niet echt belangrijk vinden. Ik kan bijvoorbeeld van mezelf gaan eisen dat ik niet meer snoep, maar vind ik dat echt belangrijk? Nee, want ik geloof niet dat mijn leven per se leuker is zonder snoep. Maar goed, je snapt wat ik bedoel. Dat is de opdracht voor deze week. Ik hoop dat je deze video weer leuk vond. Geef zeker even een duimpje omhoog en abonneer je op mijn kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. Want dan wens ik je nu een hele fijne week verder en ik zie je graag in de volgende vlog. Doei doei!